Thank you.
Janine Jansen met de vier jaargetijden van Antonio Vivaldi hier live in Tivoli Vredenburg. Op het slotconcert van haar eigen festival, het Internationale Kamermuziekfestival. Voor de 11e keer werd het dit jaar gehouden. Voor het eerst sinds jaren weer terug op de vaste locatie in het echte, in de grote zaal van Vredenburg. En nu voor het eerst in de zomer. Ja, daar komt ze weer het podium op. Het applaus in ontvangst te nemen. Schitterende uitvoering. Heel spannend gespeeld, heel erg spannend opgebouwd. Alle stof die er eventueel op zou kunnen liggen, stevig eraf geschud. Met een ensemble dat haar fantastisch heeft ondersteund en meespeelde natuurlijk. Amsterdam Sinfonietta onder leiding van concertmeester Candida Thompson. En een familie-element zat er ook in de voorstelling, want de klaversymbolpartij werd gespeeld door haar broer David Jansen. We wisten natuurlijk allemaal al dat Janine Jansen dit stuk erg goed kon spelen. 10 jaar geleden is die prachtige cd van haar verschenen met die vierjaargetijden die eigenlijk over de hele wereld ontzettend goed gedaan heeft. En ook daar speelde ze weer samen met Candida Thompson in de tijd. Dus het zal niet voor niets geweest zijn voor de live reprise dat ze haar ensemble gevraagd had. Ja, de zaal wordt inmiddels afgebroken. En met recht. De chockvol. Wel heel erg leuk om de achthoekige zaal van Vredenburg weer tot in bijna alle hoeken gevuld te zien. Alleen de hoeken die het akoestisch slecht doen, die zijn ook leeg gebleven. En Janine bedankt ook iedereen in alle hoeken. Bewonderenswaardig overigens hoe ontzettend stil de kinderen gebleven zijn. Dus ik vertelde voorafgaand aan het concert dat er ontzettend veel families zijn gekomen met kinderen. Soms ook met heel jonge kinderen. En je kon afgelopen 3 kwartier van de 4-jaargetijden een speldlaar van. Ah, kijk eens aan. Ja, ze steekt 3 vingers op. Waarschijnlijk komt er iets. Een derde deel, een derde concert. We merken het vanzelf. Maar iets uit die 4-jaargetijden. Ja. We kunnen het niet laten. Nog 1 deel. Thank you.
Diana als uitsmijter, omdat ze het niet konden laten. Nog even het derde deel, dat fantastische wervelende stuk uit de zomer. Het tweede concert van de vier jaargetijden. Ontzettend lekker rachen op die muziek. En volgens mij speelden ze in een nog hoger tempo dan de eerste keer het geval was. En ik zag een grote glimlach op zo'n beetje alle gezichten van de spelers van Amsterdam Sinfonietta. Dus dat is even lekker voor de ontlading. Janine Jansen terug in Vredenburg met haar eigen festival. En ik denk dat ze terug gaan kijken op een zeer geslaagde editie. Dat we hier in ieder geval de afgelopen dagen met Radio 4 een aantal prachtige opnamen kunnen maken. Eergisteren met het Souvenir de Florence, het strijksextet van Tchaikovsky. Schitterend gespeeld. De openingsavond met duistere, maar aangrijpende muziek van Shostakovich en Weinberg. Afgesloten met dat schitterende octet van Mendelssohn. En dan vandaag die vierjaargetijden van Antonio Vivaldi. Voor een praktisch uitverkocht Tivoli Vredenburg. Nou, dat lijkt me eigenlijk een schitterende uitzending. Zoals ik in de afgelopen een paar keer heb gezegd al, er is dus ook een webcast gemaakt, elke keer live bij deze concerten. Die wordt natuurlijk opgeslagen en valt altijd nog na te bekijken op de website van Radio 4. Dus mocht u iets gemist hebben...